Dan heb ik geen busje nodig, dan pak ik wel een taxi. Ga er gelijk heen. Ja, ik ben er bijna hoor. Zo, heb ik keurig iemand in Valkenburg gebracht van de regiotaxi. Doe alles hè, ziekenvervoer, zakenvervoer. Wat ik zeg, regiotaxi. Belbus, Katwijk rijden we ook, ja ja. Ik ben al een paar keer Leiden station geweest, NS zonder taxi. Laatste ritje van vandaag. Ik ben vanmorgen vroeg begonnen. Om 5:50 moest ik al iemand naar Leiden brengen. Laatste ritje bij Willem in de taxi. Een speler van Valk 68. Waar hij nog niet zoveel speelminuten heeft gemaakt. Over Katwijk heeft bij Twente gezeten, IJsselmeervogels. Hij raakte in de voorbereiding bij zijn nieuwe club. Aan het begin van de voorbereiding al geblesseerd. Mark Langeveld. We gaan hem ophalen op het Duivrak. De thuishaven van Valk. Ja, ik zie hem al staan. Als ik dan kijk hoe de bouwvakkers aan het werk zijn. Langeveldje! Zo. Goedemiddag. Mark, hoe is het? Goed, maar nu ook? Goed, je loopt er al wel aardig overheen. Waar overheen? Over de straat met je blessure. Ja, natuurlijk. Nog 3 weken. Gaan we weer beginnen, Willem? Dan ga je weer beginnen met trainen. Nee. Ga je spelen? Ja. Echt waar? Als het goed is wel. Als het allemaal goed gaat. Zo, ik zie net even vertellen dat je het hele jaar al geblesseerd bent. Dat je pech hebt gehad in de voorbereiding. Dus je gaat misschien daarna competitie nog halen. Ja, ik hoop het. Als alles goed gaat, dan gaan we het redden. Hé, maar dat moet natuurlijk kloten geweest zijn. Je besluit om van Katwijk weg te gaan en je kiest dan voor Valk 68. Stapje lager. Voorbereiding is net bezig. En dan gaat Mark. Ja. Ben je geblesseerd? Weer. Ja, 4. 4 jaar op een rij alweer pech gehad. Ja. Ik denk, ja, maak toch van Katwijk ga je terug. Doe je een stapje terug en dan val ik om lekker een jaartje de bal een beetje plezier terug te krijgen. En dan, 20 minuten is het gebeurd. Einde seizoen. Kunstgras? Kunstgras, ja. UVS uit. En je gaf destijds ook wel een beetje de schuld aan het kunstgras. Het gebeurde. Ja, ik wou wegdraaien en ja, kunstgras veert niet mee natuurlijk. Nee. Ik zet mijn voet neer en ik wil wegdraaien. Hij blijft staan en ik wil knakken en dat was gebeurd. En dan wist je hoe laat het was gelijk? Ik wist gelijk wel hoe laat het was, ja, ik zei het gelijk. Maar ja, toen naar het ziekenhuis, ja, waarschijnlijk meniscus, nou dan valt het nog redelijk mee. Maak je een MRI en dan komt toch uit dat je meniscus en je kruisband gescheurd zijn. Dus ja, we storten wel even de wereld in. Ja, hoe heb je dit seizoen tot nu toe dan beleefd, Mark? Ja, aan het begin had ik er helemaal geen zin in. Ben ik lekker thuis gebleven. Ik denk, ik laat voetbal even. Ik heb je zelfs nog op station gezien dat je tegenkwam dat je zei, ik ga even lekker met vakantie. Oh ja. Met je meisje. Ja. Hey, dat was net na de blessure. Ja, dat klopt. Ja. Ja, dat was gewoon kloten. Mijn ouders die vonden het ook helemaal kloten. Dus die hadden gezegd, joh, ga met je meisje mee. En dan gaan we lekker met z'n vieren op vakantie. Dus toen zijn we even een weekje naar Italië gegaan met z'n vieren. Om het een beetje te verwerken. Om even een beetje te verwerken, lekker te relaxen. Ja, en dan gaat dat seizoen beginnen. Dan ga je eerst even helemaal niet naar de club? Nee, ik had zoiets van, joh, ik laat het lekker gaan. Ik heb er helemaal geen zin in. Ik had ook zoiets bij mezelf van, joh, kap er lekker mee. Want het is al 4 jaar op een rij, ja, is het gewoon ongeluk. Ja. Ja. Dus maar op een gegeven moment na de operatie, dan na 4-5 weken was ik weer aan het werk. En dan gaat het beginnen, dan ga je naar de fysio. En dan gaat het toch redelijk snel, kan je lopen, kan je weer een balletje trappen. Ja, dan begint het ooit te kriebelen. En dan na 6,5 maanden of na 5 maanden was ik 4 zelfs, was ik alweer aan het trainen. En nu sinds 5 maanden volledig met de groep mee. Je traint al volledig mee? Je kan alles doen? Alles doen, ja. Maar nog geen wedstrijd gespeeld? Nog geen wedstrijd gespeeld, waarom niet? Nee. Als je alles kan doen? Ja, als je alles kan doen, ja, maar eerst nog even conditie opbouwen en zo. Daar ben je nu mee bezig? Daar ben ik nou mee bezig. En bij de fysio geweest en die zegt over 3 weken kan ik mijn eerste minuten maken. Dus dan beginnen we met een kwartiertje. Ja, dan is de na-competitie nog niet begonnen. Nog niet? Nee, volgens mij eind mei. Ja, goed, nou, ja dan zit je in de finales denk ik. Finale, 17 juni. Ja, jij hebt gelijk, eind mei. Ja. Dus, kijk je daar naar uit? Verwacht je daar nog iets van jezelf? Nou ja, ik hoop wel als de trainer zegt van joh, we willen je erbij hebben, dan ga ik mijn stinkende best doen. Dan hoop ik wel mijn steentje bij te kunnen dragen, ja. En volgend seizoen blijf je bij Valken? Volgend seizoen blijf ik bij Valken, ja. Zeker. Want je hebt destijds die dat besluit gemaakt, hè, om te zeggen, Katwijk is even goed. Ja. Omdat
niet lekker ging naar jouw beleving, in jouw belevingswereld? Nou ja, je zit er net tussen 1 en 2. Kijk, dan, dan zit je weer op de bank bij 1, speel je weer bij 1. Zit je weer op de bank bij 2, speel je weer bij 2, weet je wel. Het is niet een jaar gewoon constant lekker van de 30 wedstrijden gewoon dat je de 30 speelt. En dat had ik bij Valken wel. Ja, bij Valken ben je zekerheid als je fit bent, denk ik. Nou ja, zekerheid, kijk, dat durf ik ook niet te zeggen, maar... Ja, fitte Mark Langeveld is een zekerheid. Dat durf ik dan wel te zeggen. Ja. Maar is het nou die stap terug met in je achterhoofd om eerst een stap terug te doen om er dan weer 2 vooruit te maken? Of zeg je, als dit het is, vind ik het ook goed? Nee. Het is voor mij de bedoeling wel geweest om er 1 achteruit om vervolgens weer 2 vooruit te doen. Ja. En denk je dan terug naar Katwijk? Ja, het is misschien, je mag ook zeggen, Willem, waar heb je het over? Ik moet nog gaan voetballen bij Valken. Ja. Nee, laten we eerst maar lekker fit worden en dan belangrijk worden bij Valken. En dan vanuit daar verder kijken. Hoe belangrijk is promotie voor Valken, wat jou betreft? Ik denk heel belangrijk. Ik denk als je de groep kijkt en versterkingen voor volgend jaar, horen wij gewoon in de eerste klasse. Ja, in de tweede klasse, want je gaat wel kijken, neem ik aan nu. Ja, zeker weten. Vanaf na de winterstop ben ik er ook een wedstrijd bij geweest. Doe ik ook de warming-up mee, positiespel. Dus je bent wel lekker bij de groep. Ik ben wel lekker bij de groep, ja. Dus je bent ook in de kleedkamer? Ook dat, en, ja. Dat is wel lekker. Ik train 2 keer in de week weer, dus... Dat is wel leuk, lekker met die gasten weer. Nee, je was Sven 3 keer te trainen, denk ik, bij Katwijk. Ik moet zeggen, dat is niet verkeerd hoor, een maandagje vrij, maar... aan de ene kant, ja, ik vind 3 keer trainen in de week toch wel het lekkerst hoor. Hey, en je zei net, ik was een paar maanden weer aan het werk. Wat doe je voor werk? Ik werk op de veiling met Greenfloor, nieuwe Ecuador. Is dat in het groen? In het groen en ik doe samen met Jan Verwer rozen en we hebben ook een groene afdeling. Is dat leuk? Ja, hartstikke leuk. Zeker weten. Wel vroeg op, denk ik. Ja, dat wel. Wekkertje gaat om soms om 3:15 en af en toe om 4:15. Dan kan ik een uurtje langer blijven. Dat betekent s'avonds vroeg het mandje in? Ja, zeker weten. Nou, ik ga altijd 's middags als ik op tijd thuis ben, dan ga ik wel even... Lekker man. Hè? Even leggen hoor, 2 uurtjes lekker. Voor de training s'avonds. Ja, dat vroeg opstaan. Je weet dat ik je vader ook goed ken. Ja. Dat is ook als voetballer denk ik een voorbeeld voor je, maar vroeg opstaan weet hij ook wel van, oude Pim. Ja, met alle respect voor auto. Nee. Ja, ik heb respect voor hem. Kijk, als je 6 dagen in de week werkt en je begint elke ochtend om 4:30, ja. Daar heb ik wel respect voor. En zelfs bij zijn ADO-tijd, toen werkte hij 's ochtends nog. Ik wilde net zeggen, toen bij jou, dat hij ook 's ochtends is nog in de haring werken. Hey, hoe is dat, Mark, om toen je bij Katwijk doorbrak, de zoon van, heeft jou dat achtervolgd? Ja, wel. Ja? Nou, je vader was natuurlijk een grootheid bij Katwijk, hè? Die maakte deel uit van het gouden Katwijk met Zwaan, met de Ridder, met Hugie de Kouwe, later met Teun. Die was van het gouden team. Was je echt, ben je bekeken als de zoon van? Ja, ik hoorde wel overal waar ik kwam, is het wel de zoon van je. En had je daar ook last aan? Nee, ik vind het niet erg. Ik ben trots op mijn vader wat hij allemaal bereikt bij Katwijk dus, in zijn verdere voetbalcarrière. Dus, ik ben er niet rouw om. Is hij kritisch op je? Dat je best dat je gespeeld hebt? Zeker wel. Ja? Nou, dat is alleen maar goed, ja toch? Ja, als positief kritisch is het goed, ja. Dus, dat is ik zelf ook hoor. Als ik zelf in een wedstrijd 10 verkeerde ballen geef, mag het er eigenlijk 0 zijn, maar ja. Nee, maar dan zegt die ouwe, dan gaan we na de wedstrijd hebben van balletje. Nou, en dan, dat moet beter, zus moet beter. Het is wel iemand die naar buiten toe het altijd voor je opneemt. Ja. Ja, dat, ik denk dat daar ook een vader voor is, toch? Ja, nee, dat klopt. Die het altijd voor je op moet nemen, ja. Dat klopt. En hoe gaat het dan thuis? Want jij bent ook, dat weet ik dan ook weer, toen je vader nog bij Katwijk speelde en daarna ook nog, na de voetbal belandde iedereen ook wel eens bij jullie thuis. Ja, en zoals jij als ventje zat daarbij. Ja. Vertel eens. Nou ja, dat is natuurlijk geweldig. Toen, ik speelde nog in de B1 en toen was mijn vader trainer en toen kwamen al die gasten al na de wedstrijd. Kwamen een lekkere sapje doen bij ons, dat vond ik geweldig. Maar op een gegeven moment zelf kwam ik ook in de A-selectie terecht natuurlijk. Nou, dan wordt het lastig hè, als pa erbij loopt. Nou ja, ik vond het alleen maar gezellig hoor. Ja, maar goed, je vader is voor mij ook nog een tijdje assistent geweest. Ja. En toen zag jij er tegenaan. Ja, dat is heel lastig. Dan is het lastig denk ik, of niet? Je hoort van buitenaf natuurlijk, is het al gauw van ja, je vader is assistent, dus hij heeft het even makkelijker. Ik denk dat het juist je nadeel is wat dat betreft. Ja, oké, maar ja. En je vader was assistent, die bepaalde de opstelling niet. Nee. Dus wat dat betreft. Je zit nu bij Valken, Mark. Katwijk, zegt dat jou nog? Ik volg het wel nog, ja. Dat is alles.
Dat is alles, ja. Je bent geen Katwijk supporter meer? Nou ja, weet je, het blijft toch altijd je club. Dat wel, maar ik ga niet... ik zal niet zo gauw gaan kijken. Meer. Nee? Nee. Dus als Katwijk zaterdagmiddag een belangrijke wedstrijd thuis gaat spelen en Valken speelt, uit ergens ga je naar Valken? Ja, ga ik naar Valken, want ik speel naar mijn Valken. Dus ja. Ja. Hoe is Arie van Duin eigenlijk als trainer? Arie van Duin? Nou, gedreven? Ik denk dat ze hem op de krom horen als hij zijn mond open trekt, ja. Maar... gek gaan. Maar ik denk, hij past prima bij de groep. Zeker. Motivatietrainer ook, hè? Ja. Ja, wat dat betreft ben je wel even teruggekomen tot die blessure. Dus het heb je ook niet meegezeten. Bij Twente ook al niet. Ja. Nou ja, daar begon het eigenlijk al. Je gaat van het ene uiterste naar het andere uiterste. Ja. Je tekent een contract met Twente, nou, helemaal geweldig. 4 maanden later hoor je dat je niet mag spelen. Dat is toch zo'n verhaal. Formulier te laat, toch? Formulier te laat ingevuld, ja. En dan kreeg je geen kant meer op. De enige kant die ik op kon, dat was terug naar Katwijk, omdat het mijn vorige club was. Ja. En dan ga je dan heen. Nou, het is ook niet wat je ervan had verwacht. Dan maak je de overstap naar IJsselmeervogels. En dan na 2 maanden breek je je middenvoetsbeentje. Nou, en tussendoor nog net na Twente was een geintje met mijn vader. Dat hij een herseninfarct kreeg. Dus ja, dat is allemaal klap op klap op klap. Dus ja, dan word je mentaal ook niet sterk. Dan deuk je wel even in. Ik hoor de mensen thuis nu denken, hoe gaat het nou met Pim? Hoe is het met hem nou? Helemaal goed. Hij, top. Ja, hij was voor mij 2 weken nadat het gebeurd was, ging hij alweer werken. Nou, mocht eigenlijk niet, maar ja, je weet hoe die is. Dus, ja, ik weet hoe die is. En vorig jaar mocht hij stoppen met de medicijnen, dus tot nu toe gaat het helemaal goed. Daar ben ik blij om. Ja, je zegt, je weet hoe die is. Je vader is een werker. Ja. Absoluut. Ja. Maar het is ook een levensgenieter. Zeker weten, ja, dat hoort erbij. Ik heb het niet van een vreemde. Oh. Jij zit ook zo in elkaar? Ik ben wel een beetje hetzelfde als mijn vader. Na het werk, na gedaan arbeid is het goed te rusten, ja. Maar ook af en toe een feestje. Ook af en toe een feestje, dat hoort erbij toch, Willem? Ja, nee, ik geloof dat ik niet anders in elkaar sta. Nee, inderdaad. Ik weet nog wel dat je stond te draaien op mijn moeders verjaardag, toen ze 40 werd. Ja, dat zou best kunnen. Ja, we hebben echt zoveel gedaan, plaatjes gedraaid, dus ja, dat zou best kunnen. Ja. Was leuk te draaien? Ja, toch. Oh, nee, dan gaat het goed. Ja. Oh, vrouw achter stuur, man. Ja, linkersoep. Bloed aan de paal. Linkersoep. Nee, ik mag de vrouwelijke collega's, die kunnen hartstikke goed auto rijden. Ja? Dus ik moet uitkijken wat ik zeg. Ja, niet alleen auto rijden, denk ik. Ja, dat weet ik van die collega's niet. Oh, oké, okay. Ja, dat is maar goed ook. jongen. Hey, we zitten vlak voor de Pasen. Hoe ziet jouw paasweekend eruit? Ik ben vorige maand ben ik jarig geweest en ik heb van mijn vriendin Lisa heb ik lekker een weekendje weggehaald. Dus we gaan met z'n tweetjes lekker genieten dit weekend. Oh? Ja, een luxe. Dus je gaat niet naar Valken? Valken is vrij. Oh, dat is even lekker. Ja. Dat is even lekker. Dus lekker even relaxen met z'n tweeën. Waar ga je heen? Vught. Ja. Van de Valk? Van de Valk, ja, uiteraard. Top. Ja. Top. Hoe lang verkering met Lisa? 7,5 jaar. Oh, dat is Katex, hè? En dat is Katex. Dat is Katex, ja. Hè? Ja. Jong verkering. Ja. Dat is Katex. Dus nee, die wordt het. Die wordt het, ja, zeker weten. Dat weet ze zelf ook al. Ja, ja, ja. En dat wil ze ook. Dat wil zij ook. Okay. Ik hoop het wel in ieder geval. Ja. Hey, weet je vader dat je bij mij in de taxi zit? Ja, die weet het. Ja. Ik was net toevallig even thuis met hem, even eten. Dan komt hij tussen de middag altijd even thuis even eten. Voor warm eten. Zou die kijken maar uit wat je zegt? Ja. Dan zeg, kijk maar uit met die Willem. Kroegje op de hoek? Ja. Ben ik ook wel eens met de fiets zwabberend, heel voorzichtig gereden naar huis gefietst. Ik ben er nog nooit geweest en ik wilde niet komen ook. Nee? Nee, dat is niks van mij. Oké. Okay. Ben je niet bang dat het een trauma wordt, dat je steeds geblesseerd wordt? Raakt. Nou ja, dat hoopte ik eigenlijk af te sluiten toen ik naar Valken ging, maar ja, dan gebeurt het weer. Ja, natuurlijk denk je er altijd... Maar je traint nu mee, ben je voorzichtig? Of train volop mee? Trek je terug? Ik trek natuurlijk. Ik ga niet volle bak in duel in. Dat nog niet, maar... Ja, je denkt er toch bijna met wenden en keren. Het is wel een aardige klap geweest natuurlijk.
Dus je houdt je nog in? Dus ik hou me nog wel in, maar dat moet er wel uit. Dan moet er over 3 weken moet dat eruit wezen. Want als ik wedstrijd ga spelen, dan wil ik gewoon 130% geven. Want jij kan denk ik, als je een goede doen bent, van toegevoegde waarde zijn in dit geval, of niet? Als ik helemaal fit ben, dan moet je niet bescheiden zijn. Ik helemaal fit ben, dan wel, ja. Dus de zaak dat je fit wordt? Zeker weten, ja. Maar moet je wel gaan forceren? Want je kan ook zeggen, joh, ik richt alles op volgend jaar. Ja, dat is het. Ik wil even goed met Arie dan even gaan zitten over wat hij nog met mij wil. Als hij zegt van, joh, ik heb je nodig in de na-competitie, kijk, dan ga ik alles geven en dan... Hij kan je altijd gebruiken natuurlijk. Ja, maar ik weet niet wat zijn... Nogmaals, als je fit bent. Als ik fit ben. En anders, als hij zegt van, joh, volgend jaar dan plak ik nog even twee maanden extra eraan vast om te revalideren natuurlijk. Ga je doortrainen van de zomer? Ik moet wel. Natuurlijk, je bent er ook aangekomen. Dus ja, ben je aangekomen, man? Ja, tuurlijk. Ik ben een zeehond. Maar ja, dat moet er nou ook allemaal weer af, dus... Nee, dan gaan we het zomertje gaan we gewoon doortrainen, hoor. En kan het dan bij Valken? Komt Arie daar speciaal voor? Of? Nee, ik heb via Valken dan geregeld. Krijgen we kaarten bij Multisport. Dus dan komen we bij jou spinnen, Willem. Ja, dan ben je van harte welkom, hè? Dat weet je. Ja, dat gaan we zeker doen. Als je wil verbranden, dat meen ik serieus. Je ziet het aan mij. Ja. Ik ben de 44 kwijt, mede door spinnen. Niet alleen door spinnen, hoor. Dat, en we hebben dan altijd een leuk muziekje bij, hè? Ja, zeker weten, Johnny, ja. Johnny de Bever af en toe. Juist. Gezellig. Je gaat door dus van de zomer. Ja, ja. En dan zorgen dat ik volgend jaar gewoon met de voorbereiding gewoon op en top ben. Ja. En dan een jaartje vlammen. En dan kijk je waar het schip strandt. En als het nou bij Valken blijft, hoe erg is dat voor je? Helemaal niet. Geen ramp? Geen ramp, nee, zeker niet. We hebben een geweldig team en al die jongens, we passen gewoon bij elkaar. Dus, en we hebben gewoon echt een super team. Ja. Ik zou het niet erg vinden om daar bijvoorbeeld nog 5 jaar te ballen. Nee, nee. Helemaal niet, nee. Robert van Delft zit er ook natuurlijk, hè, tegenwoordig. Ja, ja, ja. Erwin in doel. Nageltje op doel, ja, ja. En een goede grensrechter. Heb ik me laten vertellen. Ja, hij slaat nog af en toe wel eens met zijn eigen vlag in zijn gezicht. Heb je dat wel eens gehoord? Nee. En wilde hij de vlag omhoog steken en dan slaat hij gewoon zijn eigen in zijn gezicht. Dat is helemaal... enorm mooi meegemaakt natuurlijk. Hey, hoe kijk jij nou naar die wedstrijden van Valken, nou, als je dan niet kan spelen? Kijk je dan analistisch of kijk je als supporter? Ja, wel analistisch. Ja? Ja. Tuurlijk, en dan heb ik aan de... Tuurlijk zegt dan tegen sommige spelers, joh, je kan beter vinden rust van, joh, let daarop of let daarop. Neem je die gasten dingen van je aan? Gezien jou. Je bent nog geen routinier, maar je bent wel een ervaren speler inmiddels. Je hebt niveau hoger gespeeld, zo moet ik het zeggen. Ja. Nemen die jongens dingen van jou aan? Nou ja, dat weet ik niet, maar nee. Zie je wel hem? Nou, ik zie wat moois. Ja? Kijk, ik heb voor in mijn spiegel. Waar maak je verhaal af? Ik heb last van mijn nek, maar... Nee, ja. Ik hoop het. Ik hoop dat ze wat van me aannemen. Ja, dat moeten ze allemaal zelf weten. Nou, kijk, ik denk dat jongens van als Robert van Delft, Ronald Kuijt... Nee, die hoef je niks meer uit te leggen. Erwin van den Hagel, nee, maar ik bedoel, de gasten die daar luisteren ze wel naar. Hè? Maar dat moet ook wel. Maar die hoef ik inderdaad niks meer uit te leggen. Nee. Complex, Duivenhak, we zijn er weer, Mark. We zijn er weer, ja. Mooi man hier. Mooi, hè? Ja, als het allemaal klaar is. Tijd voor een stadion. Wordt nog mooi, het wordt tijd voor een groter gebeuren. Ja. Ik ga er met de auto maar niet overheen, over die brug. Want nou, dan stort hij in, hoor. Dan stort hij in, denk ik. Ja. Dankjewel, vriend. Willem, bedankt. Je vader en moeder de groeten. Was leuk? Ja, top. Dat was hem dan, Mark Langeveld. Ja, het heeft er niet mee gezeten de laatste paar jaar. Hij hoopt dus binnen nu en 3 weken weer aan de slag te kunnen. Dit was hem, deze aflevering van Bij Willem in de Taxi. Volgende week weer een aflevering. Taxi nodig, taxi app, website van Taxi Brouwer. Maar bel ik al ook gewoon, hè. 071 36 11000. Mazzel. Hoi.